Jij doet geen krachttraining. Wie doet er nog meer geen krachttraining? Giovanni niet. En Jaro niet. Waarom doe je het niet? Omdat er niet een trainingsschema past. Dus puur tijdstechnisch gezien. Zou je het willen doen? Stel dat je tijd ook had. Zou je het dan gaan doen? Nee, dan zou ik eerst lenig uitzoeken. En dan echt veel. En daar train je goed op. Oké. Waarom niet? Ik ga zeg maar, dit seizoen ga ik wel gewoon zelf naar het sportschool voor krachttraining. Maar binnen mijn team zeg maar, doe ik niemand verder krachttraining. Dus, Maar jouw trainer zegt ook niet van, misschien is het goed dat jullie dat gaan doen? Nee, maar ik ga wel zelf, uit mezelf ga ik wel gewoon naar het sportschool staan. Dus jij ziet er wel het nut van in om daar iets mee te doen? Ja. Of zie je dan dat het gewoon fitness op zich of fitness als ondersteuning van de basketbal? Ik weet het nog niet, hè, maar jij zegt van mijn trainer heeft gezegd, we gaan eerst die techniek en dat gaan we eerst doen. Wie nog meer niet? Dat waren ze. Wie gaat er voor 2 keer naar 1? Ja? Wie gaat er voor 3 keer naar 1? Dat ga je wel doen. Okay. Wie doet het 1 keer naar 1? Okay. Waarom 1 keer naar 1? Ja, omdat ik niet meer. Nou, wie mag je het? Zeg maar wat je... Nee, ik wil geen tijd. Je hebt niet meer tijd. In de winter? Ga je dan meer of minder krachttraining doen? Meer. Meer. Waarom? Meer. Waarom doe je het wel in de winter en niet in de zomer? Ja, in de zomer is het best wel veel trainen lang. En in de winter is het vaak korter en minder. Dus het verschil met krachttraining ook per sport. Bij de ene sport is het als ondersteuning in de voorbereiding. En als je helemaal in het seizoen zit... Dan gaat het vaak alleen maar tegenwerken. Bij andere sporten kun je het hele jaar blijven doen. Dus vandaar 2 keer in de winter of weet ik wat in de winter en maar 1 keer in de zomer. Yes? Hoe laat leven? 5:30. Top. Ik zie jullie straks weer bij trainingskunde. Hoe zit het met de stages? Kunnen jullie straks allemaal doen bij trainingskunde of ga je dan meer allemaal begonnen met de stage? Zijn er nog niet begonnen op een stage? Of vind ik vast? Oeh, dat zijn er nog best wel een berg. Hebben die mensen al wel een stage gevonden? Ja. Wie heeft er nog geen stage? Wie heeft er nog niet een handjeklap gegeven, een handtekening eronder? Dat, Oké, dat nog niet. Maar. Nee, maar oké, maar wie heeft in ieder geval mondeling overeengekomen? Oké, we gaan dit, deze stage gaan we doen. Nog niet? Ja, je hebt nog een soort van. Noah, jij zegt van ik heb eigenlijk nog geen zicht op een stage. Jawel. Wel, mondeling overeengekomen. Oké, dat is goed. Zijn er nog mensen die nog heel hard aan het zoeken zijn? Maar nog. Gaan we straks even kijken. Ja, want je blijft op de kop knokken dan, want dan zul je even merken dat het vanzelf wel top. En mijn stadia? Geen idee. En waar is... Ook de bedrijf van de... Zijn dankje maakt het pot van de Hey, maar hoe is die jongen had die wedstrijd vandaag? Ja. Tegen? Dat is heel erg gezegd. En hoe laat? Ik zag de dag eigenlijk op woensdag. Die wedstrijd hebben we gewoon een halve in de pak en zo. We zijn ook wat door het beentje. Ik vind het wel tof te zien dat de clubs als Jong PSV het ook gewoon in de eerste divisie tegenkomen. Ja. En dat is dus gewoon, als ze het een beetje goed doen,
Zou het zomaar kunnen dat volgend jaar in de Eredivisie gewoon PSV en Jong PSV zit? Nee, dat mag niet. Mag dat niet? Ja. En waarom mag dat niet? Dus eigenlijk wel eens kijken naar elkaar gunnen. Dus waarom? PSV was het programma. Nee, ze hebben een blok liefste. Je mag op tent trouwens. Dat is niet ouders. Kraak is dat jong. Ja. Dat is ouder dan 23. Dat is wel knapper, dan word je aan het ARS ook gewoon. Maar ik zal altijd met die jongens gewoon. Gewoon wel goed. Ja, oké, soms die van Younes en zo. Ja, dat is bijzonder. Maar dan heb ik het wachten. Hij heeft wel een leuk speel. Leuk voetbal. Niet redelijk voetbal, maar gewoon echt ook gewoon leuk voetbal naar te kijken. Je hebt echt niks voor voetbal. Als je dat dan ziet, dan denk ik van nou, het is wel leuk om naar te kijken. Ook als een leuk neutrale.
in de sport de grootste klas van de doorgestroomd is door die bouwmaker natuurlijk. Jongen, jongen. Ja. Oh, en Rijsvader, doe hem even. Ja. En dat is echt wel een bizar verhaal. Die kwam in de eerste comedy en toen had hij net zijn woordverachtend afgeschreven. Dus die begon in de eerste drie weken van de eerstejaars die niet op school was. Toen kwam hij hier, ging die reputatie ging echt slecht, nog een keer geopereerd. Ja, en die trainde binnen, dus die werd alleen maar zwaarder en zwaarder in jezelf, die trekte niet zitten. En toen op een gegeven moment zei ze bij Dordt, weet je wat, ze zijn beter drijven, jij gaat meekrijgen. Bij het eerste, uit niks. Hij was zelf ook zwaar gebracht. Hij is mee mogen trainen, dus was niet echt wel. Ging minuten maken en nu staat hij in het eerste. Dat is eigenlijk heel bizar. Snap ik ook totaal niet. Ja, hij moet dan blijkbaar echt wel goed zijn. Dat zo'n club ook zegt, oké, je bent nog aan het revideren, dus je bent ver van 100%, maar je gaat gewoon mee trainen met het eerste. Dus nu is het Quincy. Quincy? Oh, Quincy, ja. Ja, dat is toch dan? Ja. Bij Dotto. Ja, maar dat is het. Quincy heeft een hele jaar daar gezeten. Hoor heeft hij tegen jou gezegd? Misschien één. Nou ja, dat is in ieder geval dat is dan één meer dan dat hij tegen mij gesloten dit jaar. Vorig jaar. En op een gegeven moment hoorde ik in de vakantie. Hij heeft niks gezegd. En dat wist hij al voor de vakantie dat hij doorstromend is. Hij heeft niks gezegd. In de vakantie las ik het ergens. Toen dacht ik van, wat de fuck? Waar is hij nu? Eerst bij FC Dordrecht. Dat is echt te bizar. Waar zit hij nog wel bij? Hij zit wel in de klas, maar hij is nu een leerling. Oftewel, hij moet nu twee keer per dag trainen. En dus de hele week is hij bezig met voetbal. Oh, is dat is echt bizar. Oh, maar als je hem ziet, dat die jongen die is zo groot en zo breed. Dan moet het wel vast zijn. Ja, dan moet dat wel. Maar dit is beter dan bij Aanval. Hij is die bal aan het thuis gaan houden. Bizar. Nou, dan heb je toch twee soorten. Moet ik toch maar rekenen. Maar dat zijn van alle voetballers. Maar ik vind het sowieso niet zo goed bij het voetbal. Vind ik echt helemaal niet zo. Hoe is het met afstand? Op het een moment weet ik ook niet van veld. Een ander moment dan zeggen ze: weet je, dit is echt dat. Maar dat is gewoon niet zo. Ja, maar dat is het lastige. Dat zei ik van kerst. Ze scouteren zoveel bij Sparta. Dat als hij geblesseerd raakt, dan zeg ik, ja, maar weet je, we hebben nog twee Jamiro's rondlopen. Dat klinkt heel lullig, dus dat is kut voor jou. Maar dat is het wel. Weet je, zo ging het bij Nederland, ze gaan ook drie. Ja, dan hebben ze drie Nederlands rondlopen. Dat is wonderbaar, dat is niet door naar haar, maar het effect is hetzelfde. Maar ja, maar fijn dat ze die in de reet, denk ik, vorig jaar niet niks. Alleen als contacten. Ja. En als je bij Verzakken Boys het eerste komt, dan krijg je gewoon een bepaald salaris per maand. En per punt met een contract. Ja. Dat is gewoon een prins. Ja. Ja. Ik weet het niet, maar fijn. Het is geen fijn, maar het is wel weer zo. Dat is ook zo. Oude poststroom. Ja, toch? Simpel. Het was ook een verschil tussen Nederland en België, want Thiago die vorig jaar de derde. Die heeft verbonden hoofdstraat. Die krijgt een vast salaris van €1200 per maand. En dat is de drie punten gewonnen het weekend. Dat is €150 per punt. Dus als ze met z'n wonnen, €450. Dus als zij vier wedstrijden maand spelen en ze wonnen ze alle vier, dan kwam hij dus met bijna €3000 kwam hij dus in zwaar. Oh, shit. Dat is een last van wat? Fuck. Dat is dat echt gek. Ja, zelfs in die even krijg je bij sommige ploegen op zaterdag als je wint, per punt is het €50. Ja. Dat is normaal. Dat is ook een keer €50. Ja. Ja, prima toch? Niks mis mee. Maar goed. Volgens mij is het kwart voor. Dan moet hij dus nog even nemen. Dankjewel, tot straks. Oh nee! Is hij nu uit, hoor? Nee. Ah, scheid heb ik weer.